De koers wordt besproken, jongens. Je kent de weg. Het is getekend. Netjes. Puntje eronder. Grote maat. Lunch. Begint lunch. Of presentatie nog. Ja, even. Dat ja. Moet zo maar even over hebben. En dan daarna is het. Als je er gewoon vaker in hebt, dan is het een doorbeen. Ja, dat vooral de eerste. Ben je erbij? Nee, ben je ergens allergisch voor ons op? Dat zal maar hier erbij. Ja, ik kom er maar eens aan, Lenny. Je moet het niet al te serieus nemen. Samen, jongens. Ah ja, dankje. Ah, mooi dan. Mag hem, hè? Staat erop? Ja, hij staat er goed op. Volgens mij ben je in vorm. Sport. Oh. Ja, wat een balans. Ik ben helemaal in balans vandaag. Helemaal yin yang. Hij zegt, hij nou weet, dan moet je bij jou vinden. Ja, en dus, hè? Ik ben beginner. Nou hebben ze het verschil goed weer gedeeld, hè? Oké. En dus op dit terrein. Ja. En dan met je wijsvinger trek je naar je toe. Gaat hij dus. Oh ja. Precies. Gaat gebeuren, Henk? Ja, gaat helemaal gebeuren. Met zin in vandaag. Lekker. Super weer. Ja. Dus maak een mooie dag van. Zo is dat. Het wordt een heel lang verhaal. Ik weet nog goed dat we in het bestuur van de businessclub op een gegeven moment dachten aan een sportieve uitdaging voor onze businessclubleden. Buiten dat hebben we natuurlijk de jongens van de fietsen, Jan Wevers, René Herbers, precies. We zijn er ook in geslaagd om een aantal, en dat ook weer het werk van Henk natuurlijk, een aantal prominenten uit de Rabo fietswereld hier naartoe te halen. We hebben vast nog wel gesproken, Henny Kuiper, Koos Moerenhout, Rob Harmeling. Ze zijn hier allemaal, zullen straks ook nog even snel wat zeggen. Ik heb net nog een paar mensen gesproken, dan ga ik lekker het bos in en dan ga ik lekker mountainbiken, ben alles kwijt. En dat kunnen ze nog nooit afpakken, dat gaan we vanmiddag doen. Dat zal ook heel gezellig worden. We gaan straks, Jan Wevers gaat geloof ik nog even zeggen hoe technisch in elkaar zit. Let op jongens, want coureurs zijn zeker die autoprofs. Als ze zeggen, ik voel me niet goed en ik heb dit en ik heb ik weet het niet zo net. Ja, maar dat was jouw generatie. Wat wordt hard vanavond? Nee, pas op. Hier is Jan Wevers. Wordt tijd dat we wat serieus gaan praten. Maar het is ook wel even leuk om te zeggen. Is helemaal niet leuk. Hoe lang ben jij prof geweest? In het mountainbiken dus. Eigenlijk maar echt 2 jaar professioneel, maar de rest van het jaar wel gecombineerd met werk. Dus. Wil je er niet bij? Even de weinige vrouwen. Nou, ja, heer, vlug. Kan op. Kom er weer. Kan er weer. Ja, kom er nog heen. Yes. Voor mij zijn we er allemaal. Ja, places we've grown, all of us are done for. We live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Jongens, kom maar wat succes door, hè? Goed jongens. All that I know, there's nothing to worry.
Door, hè. Super! Mooie buurt hier, hè? Het is wel even het verhaal van het bruggetje. Zorg hoog over dan. Oké. Er is er nog eentje in ieder geval. Hey. Ja, wacht hier even. Ja, doen we even vier rondjes. Ik kan het nog goed zien werken, jongens. Begin maar. Ja, als het goed is, komt de groep. Een raar booty, Jan. Ja, mooi booty. Nog steeds in vorm. Super! Ja? Drink, hè? Ja, trek afkomen. Dat is een goede kou. Dat is een goede kou. Dat is een goede kou. Ja, het ging nu ook wel erg. Hard? Ja, koos op kop. Ja, hè? Continu die druk van achter, die hete adem op mijn nek. Hij kan daar niet tegen. Hij kan er niet loslaten. Ja. Ga die weer, jongens. Ik was hem trok. Ja, ja, zo. Ja, dat is even een vraag. Ja.
Ja, Ruud heb ik gezien. Ja. Ja, dat is maar erbij. Ja, ik zeg dat ze ons niet kapot krijgen. Zullen ze daar een lesje dat leren, jongens, aan HWV, let op. Even een sprint. Even die dimmerage op de mond. Op de die gekke coach, jongen. Ah, die coach, jongen, die kan niet fietsen, man. Dat helemaal niet meer. Ik had drie keer gepasseerd. Drie keer bijgehaald. Zonde is dat, hoor. Maar ja. Dat is een man erbij, man. Zegt toch dat het niet Nederlands kampioen is geweest? Ja. Kom nou. Shirtje heeft hij geleend, joh. Ja hoor, ik wacht nog even. Cool down. Ruud, je zit er nog steeds bij, hè? Ze hebben je eerst niet eraan. Je kan zeggen wat je wil, maar je bent kansrijk in deze voorzetting. Ja. Ah. Wacht, ik ga weer een praatje maken naar de kop van de voordeur. Life goes on, it gets so heavy. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night.
Ja, Rob, heeft je goed bevallen? Zwaar werk hier, hè? Ik zou hem eraf gereden vandaag. Oh. Schande. Oh, heb jij dat gedaan? Nee, maar zij. Ja. Oh, hoor je dat? Ik niet, hoor. Oh. Jammer, jongens. Oh, nee, maar het meest accepteert dan is het even niet rechts is gedaan. Twee kamers gedaan. En links is neergehaald. Nou Henk, is het bevallen? Super. Je hebt alles onder controle gehad. Goed. Prachtig. Giet zit de hele weg zo. Ja, we gingen ook wel hard gestaan. Dat klopt. Ja, dat is wel de indruk. Je had graag de schifting aan het begin al.